Ik hoor het vooral bij Yehudi. Ik snap het wat daar aan de hand is in zijn hoofd. Yehudi, dat is echt zo'n naam, die lees je 's ochtends in de krant en die komt dan 's avonds weer terug. En dan denk je, hey, wat een grappige naam eigenlijk. Blijft hangen, snap je? Het is ook een goede naam, Yehudi. Yehudi. Het is een hele aparte naam, Yehudi. Het is ook een grappige naam, vind ik zelf. Hé, jongens, heeft iemand mijn trui met capuchon gezien? Ja, Yehudi, daar aan de kapstok. Goed. Dit moet ik even uitleggen. Dit was dus een woordgrap. Nou, jullie reactie was nogal matig. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik hou zelf ook helemaal niet van woordgrappen. Ik vind het van een laag allooi, mag je best weten. Nou goed, waarom heb je dan toch 3 woordgrappen in deze show gestopt, Henry, waarvan dit de eerste was? Dat zal ik je vertellen, publiek. Ik speel deze show overal natuurlijk, dus niet alleen hier, maar ook in Friesland en Brabant, maar ook in Limburg. Nou, er is natuurlijk net een beetje een andere avond, zo'n avond. En dan is de hele avond van, oh, ik begrijp er echt helemaal niks van. Jawel, nee, waar gaat het over? Het is zo abstract. Noem je dat zo abstract? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet waar je het over heeft, hoor. Het is echt zo moeilijk te begrijpen. En dan doe je even een woordgrap erin. En dan is het van, oh, geweldig, hè, dat spelen met taal. Heerlijk. Wat gebeurt er in mijn hoofd? Bizar, hè? Het is echt, oh, hij is echt goed, hè? Je moet zo lachen. Die taal, heerlijk. En, nou ja... Je probeert het als cabaretier toch iedereen een beetje naar de zin te maken. Dus vandaar. Yes? Dan weet je waarom. Voor ons is het even het doorbijten nog. Nog 2. Maar dat is te overzien, toch? All right. Hey, dankjewel.